Het afgraven van de bult van Pars in Klundert ligt voorlopig stil. Wethouder Thomas Wiers legt uit waarom. We hebben op een aantal plekken in de bult toch wel ernstige verontreiniging gevonden dan wat de eerdere bodemonderzoeken ons hadden aangetoond. Dus dat betekent wel eventjes voor nu op dit moment dat we even pas op de plaats willen maken. We ronden de werkzaamheden nu af. We kijken wat er voor vervuiling precies in de grond zit. Dat gaat waarschijnlijk ook wel betekenen dat het de verdere sanering ook meer geld gaat kosten. En dat betekent dus ook dat ik als wethouder hier ook weer langs de gemeenteraad moet gaan om daar ook weer extra budget voor te gaan vragen. Er zijn heel veel bodemonderzoeken uitgevoerd, eigenlijk al vanaf half jaren 90. Er zijn 7, 8 bodemonderzoeken die uitgevoerd zijn. En daaruit bleek al dat er behoorlijk wat asbest in de grond zat. En ook behoorlijk wat olie in de grond zat. We komen er nu achter, nu we verder aan het graven zijn, dat er toch meer olie in zit. Dat heeft deels mee te maken is dat we dieper komen op plekken waar ook het onderzoek nog niet plaats heeft kunnen vinden. Maar ook omdat we dat die onderzoek allemaal gedaan zijn op basis van steekproeven. En we nu het hele gebied inzichtelijk hebben en gewoon zien dat er meer zit dan dat eerder de onderzoeken uitgewezen hebben. Hoe erg bent u geschrokken? Nou, dat is wel bijzonder vervelend. We weten natuurlijk dat we te maken hebben met een vervuilde plek natuurlijk, midden in Klundert. We hebben ook als college gezegd van dit moet ook echt ook opgeruimd gaan worden. Nou, daar hebben we 500.000 voor beschikbaar gesteld. Ja, dan is het natuurlijk bijzonder vervelend dat je gegevens ziet dat het toch echt wel meer gaat kosten. Er zijn natuurlijk best wel wat verhalen ook wel uit Klundert van mensen die ook zeggen wat er ook allemaal op ingestort is. Daar hebben we ook naar geluisterd en gekeken wat dat zou kunnen betekenen in ieder geval voor de bult van Pars en voor het saneren daarvan. En het is natuurlijk bijzonder vervelend dat je nu gewoon ziet dat het nog weer meer is en dat het dan uiteindelijk ook betekent dat het nog meer gaat kosten. Ja, wie zijn nu eigenlijk de vervuilers? Ja, ik kan denk ik helaas niet anders zeggen dan de vorige generaties inderdaad in Klundert die daar toch flink hun afval daar hebben gedumpt. En dan moeten we nu op de blaren zitten dat dat nu netjes opgeruimd gaat worden. En dat gaat meer geld kosten. Hoeveel meer? Dat weten we nog niet precies. Een schatting? Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar we verwachten wel dat het enkele tonnen mogelijkwijs meer gaat kosten. Hoeveel precies dat is, dat weten we gewoon nog niet. We moeten echt de komende weken goed kijken wat er in de grond zit. Er moet verder ook onderzocht worden. Er moeten goede inschattingen voor gemaakt worden. En dan gaan we in ieder geval ook de discussie met onze gemeenteraad ook aan. Die ook echt de intentie hadden om de bult ook weer schoon op te gaan leveren. En dat willen we ook met elkaar gaan doorzetten.